heel goed rekening te houden met het draagvlak in de samenleving. Deze grafische weergave laat mooi de druk zien op de ruimte. En daarom is er ook een nieuwe balans nodig tussen het economisch gebruik van de ruimte, met een toekomstvaste inrichting en met aandacht voor de belevende burgers in het land. Het nieuwe kabinet staat dus voor de taak om een aantal wezenlijke ruimtelijke keuzes te maken, met ook concreet zicht op uitvoering daarbij. En dat samen met andere overheden en met de samenleving. Om het huidige woningtekort op te lossen is veel nieuwbouw nodig. Vrijwel alle politieke partijen willen 1 miljoen woningen bijbouwen. Die woningen moeten bereikbaar zijn. Er is ruimte nodig voor bedrijvigheid. Gebouwen moeten energiezuinig worden of zelfs energie gaan opleveren. En er is ruimte nodig voor groen, om te wandelen bijvoorbeeld. Maar ook om water te kunnen opvangen van hevige regenbuien. Daarom staan we hier op de Binkhorst in Den Haag. Hier wordt volop gebouwd en gesloopt. Alle grond heeft hier een bestemming en voor flinke stukken daarvan verandert die bestemming. Een zorgvuldige verstedelijkingsstrategie omvat meer dan alleen woningbouw. Deze laat zien waar functies botsen of waar ze juist te combineren zijn. Wat krijgt bijvoorbeeld voorrang? Infrastructuur of landschap? Waar gaan wonen en werken samen? En hoe kunnen de nieuwbouwwijken... Om het huidige woningtekort op te lossen is veel nieuwbouw nodig. Vrijwel alle politieke partijen willen 1 miljoen woningen bijbouwen. Die woningen moeten bereikbaar zijn. Er is ruimte nodig voor bedrijvigheid. Gebouwen moeten energiezuinig worden of zelfs energie gaan opleveren. En er is ruimte nodig voor groen, om te wandelen bijvoorbeeld. Maar ook om water te kunnen opvangen van hevige regenbuien. Daarom staan we hier op de Binkhorst in Den Haag. Hier wordt volop gebouwd en gesloopt. Alle grond heeft hier een bestemming en voor flinke stukken daarvan verandert die bestemming. Een zorgvuldige verstedelijkingsstrategie omvat meer dan alleen woningbouw. Deze laat zien waar functies botsen of waar ze juist te combineren zijn. Wat krijgt bijvoorbeeld voorrang? Infrastructuur of landschap? Waar gaan wonen en werken samen? En hoe kunnen nieuwbouwwijken zo worden aangelegd dat ze kunnen omgaan met klimaatverandering? Van het nieuwe kabinet wordt verwacht dat het richting geeft en dat het samen met provincies en gemeentes werkt aan goed functionerende, aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijke regio's. Omdat het gaat om de dagelijkse leefomgeving van burgers, is het van belang dat de samenleving meer dan nu wordt betrokken bij concrete plannen. De samenhang tussen die plannen is cruciaal, want verschillend beleid komt in de ruimte bij elkaar. Beste mensen, het is 9:30. Goedemorgen. Welkom bij dit webinar over het PBL-rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte. Mijn naam is Hans Bommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik zal vanmorgen uw moderator zijn. Maar eerst kort wat inleidende woorden. De titel van het rapport dat we vanochtend bespreken zegt het al. Nederland staat voor een aantal grote opgaven. Klimaatverandering, de energietransitie, een meer toekomstbestendige relatie tussen landbouw en natuur, grondstoffenefficiëntie, woningbouw voor veerkrachtige steden. En die vraagstukken die moeten worden opgepakt in een ruimte die al vol is met tal van activiteiten en functies. We leven in een dichtbevolkte en hoogproductieve delta. In het verleden zijn we behoorlijk succesvol geweest in het combineren van vraagstukken. We hebben van de ligging van de delta een succesvolle economie gemaakt met landbouw, handel, waterbeheer, stedenbouw, ruimtelijk ontwerp. Maar de benutting van die leefomgeving loopt nu tegen grenzen aan, zowel fysieke als sociale. Broeikasgasemissies, aantasting van de biodiversiteit, onvoldoende waterkwaliteit, aantasting van de kwaliteit van het landschap, toenemende regionale ongelijkheid. Eén ding weten we zeker. Als we die vraagstukken los van elkaar proberen op te pakken, elk voor zich, dan gaat het mis. Dat gaan we niet redden. Het zal in samenhang met elkaar en met bestaande ruimtelijke functies en kwaliteiten moeten gebeuren. En hier komt het belang van ruimtelijke ordening en van de goede interbestuurlijke samenwerking aan de orde. Voor het organiseren van die samenhang ligt de NOVI klaar, de Nationale Omgevingsvisie. Ingekaderd in de volgend jaar van start gaande omgevingswet en het omgevingsbeleid. In tegenstelling tot wat de naam suggereert,
geeft de Novi geen visie. Althans niet aan de voorkant en niet in de vorm van een uitgewerkt eindbeeld. Wel geeft de Novi afwegingsprincipes en procedures om tot zo'n visie te komen. Dat wacht dus nog op een daadwerkelijke uitvoering. Maar tegelijkertijd is er een roep om meer regie, om richting te geven aan de manier waarop de vraagstukken moeten worden opgepakt. Veel ruimtelijk beleid is gedecentraliseerd, maar niet alle beslissingen kunnen decentraal worden genomen. Bijvoorbeeld omdat vraagstukken de grens van de regio overstijgen, of omdat er nationale kaders nodig zijn om decentraal een gevoel te krijgen voor de richting waarin vraagstukken met enig vertrouwen in de toekomst kunnen worden opgepakt. In grote opgaven in een beperkte ruimte bekijkt het PBL het speelveld van de ruimtelijke opgave en van het beschikbare beleidsinstrumentarium om van daaruit te komen tot de agendering van noodzakelijke ruimtelijke keuzes. Wat is er voor nodig om onze delta weer meer toekomstbestendig te maken? Waar gaan we die woningen bouwen? Hoe maken we de landbouw meer toekomstbestendig? Hoe versterken we de natuur? Waar is plek voor hernieuwbare energie? De notitie pakt vier vraagstukken op: klimaatadaptatie, de ontwikkeling van het landelijk gebied, de ontwikkeling van stad en regio en de regionale energietransitie. En samen levert dit een informatief beeld op waarvan we hopen dat het bij de kabinetsformatie behulpzaam kan zijn bij het maken van keuzes. Met veel dank aan de projectleiders David Hamers en Rien Kuiper en hun team. In dit webinar bespreken we de notitie aan de hand van twee blokjes van vraagstukken. Allereerst gaat zo Rien Kuiper in op het belang van de draagkracht van bodem en water en van maatschappelijk draagvlak. Daar zal vervolgens Janne-Marie de Jonge haar licht op doen schijnen. Janne-Marie is sinds eind vorig jaar als Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving verbonden aan het College van Rijksadviseurs. Daarna besteedt David Hamers aandacht aan de noodzaak van een integrale verstedelijkingsvisie en de vraag naar de inrichting van de Rijksregie. En daar zal vervolgens Ed Anker vanuit zijn positie als wethouder van Zwolle op reageren. Uiteraard is er ruimte voor u kijkers om vragen te stellen en commentaar te leveren. Dat kan via de chat. Uw opmerkingen en vragen komen dan uiteindelijk bij mij terecht en dan kan ik zijn plaats proberen te geven in het gesprek. Rond 11:15 ronden we dan weer af. Maar nu eerst over naar het eerste thema: draagkracht en draagvlak. Over naar Rienk Kuiper. Rienk, onze aandacht, ons beeldscherm is voor jou. Dankjewel Hans. Goedemorgen allemaal. Nederland staat dus voor een aantal grote opgaven. En Hans noemde het al even: wonen, werken, infrastructuur, klimaatverandering, energietransitie, natuur. En Hans gaf ook al even aan dat de nationale omgevingsvisie nog niet altijd evenveel keuzes maakt. Ik zal eerst even ingaan op die ruimtelijke keuzes en daarna ingaan op de nieuwe balans die er nodig is tussen de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde in ons land. Daarna zal Janne-Marie reflecteren. David Hamers gaat dan verder met de presentatie, de integrale verstedelijkingsvisie op de kaart en hoe het Rijk ook meer resultaatverantwoordelijkheid op zich kan nemen. En tenslotte zal Ed Anker, wethouder uit Zwolle, daarop reflecteren. Dan zal ik nu eerst even ingaan op die ruimtelijke keuzes en de noodzaak daartoe. In de Nederlandse ruimte komt een groot aantal keuzes samen en de Nationale Omgevingsvisie benoemt al die keuzes en bevat ook een aantal afwegingsprincipes om die keuzes te kunnen maken. Maar veel keuzes die moeten nu nog worden gemaakt. Voor een deel kondigt de Novi een aantal grote programma's aan op rijksniveau. En voor een deel zal er decentraal door de decentrale overheden keuzes moeten worden gemaakt. De studie die wij nu hebben verricht, grote opgave in een beperkte ruimte, wil deze keuzes nog even goed agenderen. En aangeven dat het behalve het maken van keuzes
het ook nodig is om nu tot uitvoering te komen. Als we die keuzes maken, en dan graag de volgende ziet, dan is het ook van groot belang dat we toegaan naar een nieuw evenwicht, een nieuwe balans tussen het economisch gebruik van de ruimte, met een toekomstbestendige inrichting daarvan, en ook met voldoende aandacht voor het draagvlak in de samenleving. De draagkracht van bodem en water is de afgelopen decennia sterk onder druk komen te staan door de economische ontwikkelingen. En de meervoudige opgaven die we in ons land hebben, hebben ook vaak een watercomponent gemeen. Als we denken aan landbouw en natuur bijvoorbeeld. Het is van groot belang dat bodem en water daardoor eigenlijk ook centraler komen te staan in al die afwegingen die we in de ruimte hebben. En de volgende dia graag. Deze eerste kaart, het is een ingewikkeld plaatje, geeft aan hoeveel opgaven er wel niet op ons land afkomen. We hebben bijvoorbeeld de verzilting in het westen van het land. We hebben de verdroging in de hoge delen van ons land. We hebben de bodemdaling in de veenweidegebieden, waarbij ook veel broeikasgas vrijkomt. En al deze problemen die hebben een sterke watercomponent. Op het rechterplaatje nu hebben we in beeld gebracht hoe dat watersysteem in Nederland grofweg in elkaar zit. We zien alle waterlopen lopen in de blauwe lijntjes. De afwateringsgebieden zijn begrensd met de rode lijnen. We zien de diepe droogmakerijen in het westen van het land, in een gele kleur aangegeven. En we zien ook de veenweiden in het westen van het land aangegeven, in paarse kleuren. En deze kaart zou een mooie onderlegger kunnen zijn wanneer we al die ruimtelijke keuzes verder gaan maken. De volgende kaart, dia graag. En bij dit water, als we water een centrale rol geven in ons land, dan hebben we hier een voorkeursvolgorde voor het waterbeheer in beeld gebracht. Het is van belang dat je als eerste stap goed kijkt naar het verbruik van het water. In een tweede stap, hoe kun je het water zo goed mogelijk vasthouden in je watersysteem? Een derde stap geeft aan dat als je het water afvoert, dat je het onderweg ook goed moet bergen om benedenstrooms overlast te voorkomen. Een vierde stap geeft aan dat het soms ook van belang kan zijn om het ruimtegebruik aan te passen. En tenslotte, als vijfde stap, krijg je dan de afvoer van het water. Als we toe willen naar een toekomstbestendige waterbeheer, wat ook veel beter rekening houdt met de klimaatverandering en de aanpassingen die daarvoor nodig is, dan is het van belang om op korte termijn ook vooral de dingen te doen die je eigenlijk nu al kunt doen. Bijvoorbeeld besparen op water. Maar op de lange termijn zul je ook structurelere maatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld aanpassing van ruimtegebruik. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het natter maken van gebieden boven strooms om het water langer vast te houden. Of het aanleggen van bufferzones rondom natte natuurgebieden. De volgende graag. En zoals ik al even aangaf, het is niet alleen zo dat die ruimtelijke opgaven een toekomstvaste inrichting nodig hebben. Er is ook aandacht nodig voor het maatschappelijk draagvlak. Want er komen zoveel opgaven af op de ruimte. De ruimte is toch de leefomgeving van de burger. En het is van groot belang dat er voldoende draagvlak is voor al die ingrepen die er moeten gebeuren. We hebben daar wel opgemerkt dat het van groot belang is dat om dat draagvlak van de burger te verwerven, je ook moet werken aan het vertrouwen van de burger. Want zoals de toeslagenaffaire bijvoorbeeld liet zien, zijn er toch ook in het verleden dingen gebeurd die in het overheidshandelen die daar niet toe bij hebben gedragen. Op het terrein van het fysieke domein zie je bijvoorbeeld ook dat dossiers als het aardbevingsdossier of het Schiphol-dossier, dat het overheidshandelen daar niet altijd gericht is op participatie van de burger. En in de nieuwe omgevingswet is dat wel een heel centraal begrip.
participatie. Dus het is van belang als je het vertrouwen van de burger wilt winnen, om dan ook kabinetsbreed daarop in te zetten. Zo kunnen we komen tot een nieuwe balans in het gebruik van de ruimte, met aandacht voor zowel het economisch gebruik van de ruimte, de toekomstvaste inrichting, als het leven van de burger. Dan zou ik nu weer het woord terug willen geven aan Hans Moaas. Dankjewel Rienk voor deze korte, maar ter zake doende presentatie. Jannemarie. De balans tussen gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde moeten we herijken. Er moet meer aandacht zijn voor toekomstwaarde en belevingswaarde. En Rienk heeft dat vertaald in aandacht voor bodem en water. Bodem en water moeten meer leidend zijn in de manier waarop we onze ruimte benutten, inrichten, indelen. Draagkracht en draagvlak zijn punten van belang. Hoe kijk jij daar tegenaan vanuit het perspectief van het landelijk gebied? Als lid van het College van Rijksadviseurs. Voor de je geluid staat nog uit. Ja, jawel. Je bent nu hoorbaar. Oké, dankjewel. Ik wil het hebben over de twee blokken waar Rienk het over had. Draagkracht en draagvlak. Maar ik wil er nog een derde aan toevoegen. De relatie tussen stad en land. Ik begin met dat punt van draagkracht. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we ons bewust zijn dat bodem en water de basis is van ons bestaan. En dat we dat niet meer zoals we misschien ooit op de universiteit geleerd hebben, ik in ieder geval wel, dat we dat beschouwen als een abiotisch systeem. Maar dat we ons terdege realiseren dat dat gaat over natuurlijke draagkracht. Dat dat een biotisch systeem is. Dat water en bodem vol van leven zijn. En dat we dat de afgelopen halve eeuw echt schromelijk hebben verwaarloosd. En dat het systeem daarmee ook zijn grenzen bereikt heeft. En dat we daar een kentering in moeten zien te bewerkstelligen. Dat betekent niet dat we teruggaan naar de natuur. Want zo wordt het vaak gepresenteerd. Maar ik denk dat we vooruit moeten naar de natuur. Dat we ook van de natuur moeten leren. Goed afkijken hoe de natuur heel efficiënt zijn werk doet. En dat juist technologie en nature-based solutions ons enorm kunnen helpen. Rienk schetst een handreiking in vijf stappen. De oude trits van vasthouden, bergen en afvoeren wordt uitgebreid met een belangrijke eerste stap van verspilling tegengaan. Ik denk dat dat, zoals Rienk ook zei, altijd goed is. Zuinig omgaan met wat je hebt, met water, maar dat geldt ook voor energie, dat geldt ook voor grondstoffen, geldt ook voor ruimte. Dus zuinigheid, in de goede zin van het woord, laten we dat voorop stellen. En ik denk ook het toevoegen van het andere ruimtegebruik. Dat is vaak onderbelicht gebleven, maar daar ontkomen we nu met de huidige opgave ook niet aan. Dus handreikingen zijn goed. Daarmee vult het Rijk denk ik ook zijn systeemverantwoordelijkheid in. Maar ik denk dat hier ook resultaatverantwoordelijkheid is. Ook voor het Rijk. Dat betekent dat we ook voor water, bodem, voor dat hele systeem, de doelen scherper moeten vastleggen. Misschien ook wel wettelijk verankeren. We weten uit de praktijk hoe goed het is om bijvoorbeeld de normen voor waterveiligheid wettelijk te verankeren. Dat geeft een gelijk speelveld. Dat daagt de praktijk uit tot innovatie. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat als het gaat om het echt borgen van de draagkracht van dat natuurlijk systeem, dat we dat veel scherper verankeren. Dus dat moeten we ook instrumenteren. We hadden, als het om water gaat, vanaf 2003 een watertoets als instrument. Dat was een toets die de waterschappen uitvoerden op bestemmingsplannen. En dat instrument heeft echt aan kracht ingeboet.
Als we nu naar de omgevingswet kijken, dan wordt er gesproken over het afwegen van waterbelangen. Ik vind dat bedenkelijk. Want als je zegt het afwegen van waterbelangen, dan impliceert dat dat het onderhandelbaar is. Bij waterveiligheid doen we dat ook niet. We wegen waterveiligheid niet af. We hebben daar normen voor. En dat geldt voor de opgave die we nu, waar we nu voor staan met een gezond water- en bodemsysteem evenzeer. Dus dat werkwoord afwegen, dat moeten we vervangen denk ik door integreren. Het gaat om het integreren van de waterbelangen in al het andere ruimtegebruik. En daarvoor zou het goed zijn dat we toch iets van ja, een watertoets of een water- en bodemtoets, laten we hem meteen ook breed oppakken, dat we dat terugbrengen. En ja, bij wie beleg je dat dan? Dat is een interessante vraag, want Rienk gaf ook aan dat die watersystemen een interessante onderlegger vormen om dit soort problemen ook als systeemopgave aan te pakken. En dat zou naar mijn idee goed belegd kunnen zijn bij de waterschappen. Dus ik pleit voor een krachtige rol van de waterschappen in het ruimtelijk beleid. Meer dwingend dan nu. En gericht op integratie in plaats van afwegen. Dat wat betreft het blokje draagkracht, dan het blokje draagvlak. Heel belangrijk dat we serieus aandacht besteden aan maatschappelijk draagvlak. Dat om mee te beginnen. Maar ik heb heel erg veel moeite met de uitleg daarbij dat dat gekoppeld wordt aan de trits gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde. Want het veronderstelt dat gebruikswaarde gelijk staat aan economische waarde. Niets is minder waard. Ook de natuur heeft gebruikswaarde. Alleen koppelen we daar geen economisch prijskaartje aan. De natuur is, ik zei het net al, enorm efficiënt. Levert enorm veel ecosysteemdiensten. Op het moment dat je daar een prijskaartje aan hangt, ja, dan valt gebruikswaarde ook voor een groot deel samen met toekomstwaarde. Datzelfde geldt voor belevingswaarde. Belevingswaarde, als je kijkt naar de waarde van sociale ontmoetingen of de kwaliteit van onze omgeving als vestigingsvoorwaarde, heeft wel degelijk economische waarde. Dus als we, kijk deze trits van gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde, die komt voort uit Vitruvius, 2500 jaar geleden, die bij elke ontwerpopgave zei dat die drie met elkaar in balans moeten zijn. Maar hij koppelde daar echt niet het begrip economische belang aan. Dus als we Vitruvius plat slaan op deze manier, dan voeren we de verkeerde discussie. Ik denk juist dat het ook hier weer niet gaat om het afwegen van gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde, maar om het integreren van die drie belangen in elke opgave die we te doen hebben. En dat we... Ja, het probleem is vooral hoe we rekenen. Dat we de economische waarde alleen toekennen aan een selectief deel van onze maatschappij. En ook alleen voor de huidige generatie. Op het moment dat we ook de toekomstige generaties en de prijs die zij betalen voor dat wat wij nu niet doen, in de berekeningen meenemen, dan krijg je een heel ander gesprek over gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde. En ik wil toch, ik wil geen college geven hier, maar ik kan het niet laten om toch nog het standaardwerk uit 2003, dat was kennelijk een productiviteit 2003, van Hoijmeijer en Luttig over ruimtelijke kwaliteit in meervoud, om dat er nog eens op na te slaan. Want dat is precies waar het over gaat. Het gaat over kwaliteit in meervoud, meervoudige kwaliteit. Voor, waar je uiteindelijk met een blik van brede welvaart naar kijkt. En niet met met de perspectief van ja, de korte termijn economische belangen waar nu mee gerekend wordt. Ik ga door naar mijn laatste punt. Heb ik nog tijd? Ja, je hebt nog 3 minuutjes. Dankjewel. Dat gaat over stad en land.
werd niet geadresseerd door Rienk. Dat is ook niet voor niks, denk ik, want ook deze bijeenkomst is weer opgeknipt in een blokje land en een blokje stad, lijkt het wel. En dat is een hardnekkige erfenis uit de vorige eeuw. Dat is opgesplitst in disciplines en in instituties, noem maar op. Maar als we dat zo blijven bekijken, dan komen we er echt niet uit. Want stad en land moeten we echt als een samenhangend systeem gaan bekijken. Laat ik een voorbeeld geven. Als we de ontwikkeling naar kringlooplandbouw serieus nemen, dan heeft dat denk ik meer gevolgen voor de agro-industrie en de agro-dienstverlening, wat toch vooral stedelijke economische belangen zijn, dan voor de primaire sector, althans wat de grondgebonden landbouw betreft. Dus we ontkomen er niet aan om stad en land in samenhang te betrekken. En datzelfde geldt voor het idee dat, wat ook een grote misvatting is, dat de stad vol is en het land leeg. Ook in het landelijk gebied wordt elke vierkante meter heel erg intensief gebruikt. Ook door de natuur. De natuur is super efficiënt. Daar kunnen we heel erg veel van leren. Alleen heeft de natuur geen stem. Dus het efficiënte gebruik van de natuur in het landelijk gebied en ook het efficiënte gebruik van de ecosysteemdiensten die dat voortbrengt, onder andere voor de landbouw, is ook voor de stad van groot belang. Dat brengt me op het punt, aansluitend bij mijn vorige blokje, dat we er niet aan ontkomen om de kosten en de baten van de ruimtelijke ontwikkelingen in een veel breder stad-land perspectief te moeten gaan bekijken. Er wordt in deze dagen natuurlijk veel gespeculeerd over een minister van ruimte of een minister van leefomgeving of een minister van wonen. Ik las laatst ook een manifest waar zelfs mijn naam onder staat, wat het heeft over een minister van ruimte, natuur en landbouw. Om het denken wat te voeden en op te rekken, zou ik nog een nieuwe smaak willen toevoegen. Misschien dat ons dat helpt, is een minister van stad en land. Tot zover mijn bijdrage. Oké, dankjewel Janne-Marie. Ik ga even terug naar Rienk voor wat reflecties op het commentaar. En Rienk, ik zou daar twee elementen uitpakken, want die lijken wel interessant voor het vervolggesprek ook. Die relatie tussen gebruikswaarde, toekomstwaarde, belevingswaarde, hoe je dat ziet. Janne-Marie pleit voor een meer integrale perspectief daarop. Dus wat minder de rasters van economie en sociaal, wat meer kijken naar ook alternatieve gebruikswaarden. En de relatie tussen stad en land. Misschien kun je daar ook nog even op reflecteren. Aan jou, Rienk, om wat feedback te geven. Ja, Janne-Marie, heel erg bedankt. Eigenlijk ben ik helemaal eens met wat jij zegt. Hè. Dat is ook de bondigheid van de presentatie. Af en toe misschien wat nuances aan zich voorbij laat gaan. Helemaal gelijk tot die principes van Vitruvius. Je hebt ook het zogeheten Habiforum schemaatje, waarbij ook die drie principes verder uiteengerafeld zijn, allerlei dingen. Wat ik probeer te schetsen is dat je toch ziet dat de afgelopen decennia toch heel vaak het idee is geweest bij veel mensen dat gebruikswaarde economische waarde in beperkte zin is. En waar wij nu ook voor pleiten is dat je een veel evenwichtige benadering hebt, waarbij, zoals jij aangaf, je ook aangeeft dat iets als toekomstwaarde ook gewoon van economisch belang is. Of dat de belevingswaarde ook een heel duidelijk economisch fundament heeft. Dus wij gaan in ons verhaal ook heel erg in op het belang van functiecombinaties. Hè? Juist doordat er zoveel claims op de ruimte afkomen, is het zaak om creatief te kijken of je niet veel meer zaken met elkaar zou kunnen combineren. Want anders dan past het ook gewoon niet in de ruimte. En wanneer je het hebt over functiecombinaties, dan komt ook het belang van die afweging van deze onderdelen van ruimtekwaliteit ook weer heel erg sterk naar voren. Het tweede punt, Hans, wat jij aan de orde nog heel snel was ook weer. Ja, de relatie tussen stad en land. Dat is eigenlijk ook een punt waar, dan noem ik ook weer het belang van die functiecombinaties. Hè, van, we moeten voorbij het honoreren van monofunctionele ruimteclaims. En alsof het landelijk gebied inderdaad nog een
een onbeschreven blad is waar je naar liever uit kunt pikken. We hebben die ruimte gewoon niet meer. Dus heel erg van belang inderdaad om stad en land in samenhang te bekijken. En je had het even over een minister van dit en een minister van dat. Dat zou ik graag nog even willen overlaten aan mijn collega David Hamers. Want daar hebben we ook zo onze ideeën over. Maar kortweg, het gaat er ook vooral om van wat er zou moeten gebeuren. En niet hoe het poppetje heet natuurlijk. Maar ik denk inderdaad dat het goed is als een minister die zich met dit soort zaken bezighoudt, ook stad en land meer in samenhang gaat bekijken. Ik heb nog één vraag uit de chat, die wil ik jou ook voorleggen, Rienk. Er zijn wat mensen die vragen in de chat of die voorkeursvolgorde voor die vijf stappen, hè, met water, die waterstappen die jij presenteert, en de voorkeursvolgorde met de omgang met water, in hoeverre die nou het algemeen belang dient. Is er een soort van objectieve maatstaf aan te verbinden? Of geldt ook hier dat er eigenlijk verschillende afwegingen zouden kunnen worden gemaakt? Die voorkeursvolgorde houdt wel in dat de eerste stappen belangrijker zijn dan de laatste stap. Omdat de laatste stappen ons eigenlijk heel veel problemen hebben gebracht. Met name de stap afvoeren. Hè. Als je lucraak water afvoert, dan heb je een heleboel problemen. Benedenstrooms krijg je veel wateroverlast als het bovenstrooms snel kan afvoeren. Maar ook heb je bovenstrooms veel last van droogte. Omdat je het water wat je zo nodig hebt voor droge zomers heel snel afvoert. En ja, voor een deel is dat hele waterhuishoudingssysteem de laatste decennia ook in een hele andere periode aangepast. We hebben er nu al veel problemen mee, maar als de klimaatverandering doorzet krijgen we nog meer problemen mee. Dus het is geen kwestie van zomaar lucraak kiezen tussen de vijf onderdelen. Er zit echt een hele duidelijke hiërarchie in. En ook dat eerste punt van het sparen van water. De OESO heeft ook een paar jaar geleden een advies uitgebracht waarin men heeft gezegd dat Nederland veel meer moet inzetten op inderdaad water besparen, maar ook beprijzen van water. En dat is een punt wat nu toch ook wel duidelijk nog op het bij het nieuwe kabinet voor ligt. Want tot dusver is het nog niet gelukt om daar echt concreet invulling aan te geven. Ja, mag ik daar wat aan toevoegen? Zeker, Jan-Marie, maar ik wil er eventjes een aandachtspunt hierbij is ook om een bruggetje weer naar jou te maken. Het feit dat je dit natuurlijk enerzijds kunt beschouwen als afweging, maar anderzijds kunt ook streven naar integratie van die verschillende stappen. Maar misschien wilde jij dat al zeggen, Jan-Marie. Ik ben het daar wel mee eens. Maar wat ik wilde toevoegen is dat hier ook het belang uit blijkt dat je niet alleen maar systeemverantwoordelijk bent en zo'n volgorde aangeeft, maar dat je ook resultaten beschrijft en dat je zegt, wat vinden wij nog acceptabel hoeveel we afvoeren in bepaalde gebieden? Ook dat zou je kunnen normeren. En dan is het aan het gebied en de hele watercyclus om met alle creativiteit die zij in zich hebben te kijken hoe je dat op een slimme manier kan doen. Dus ik denk juist dat het normeren van dat soort dingen kan helpen om tot slimmere oplossingen te komen. Dank. Ik wilde naar David toe, naar het volgende blokje. Want we hebben het al even over stad en land gehad. Dat raakt aan de verstedelijkingsvisie. Toch weer vanuit de stad gedefinieerd kennelijk. Maar dan toch. Twee aandachtspunten die David aan de orde gaat stellen is die verstedelijkingsvisie en de rol van de Rijksregie. David, aan jou het woord. Dankjewel Hans. Ik heb al ontzettend veel interessante dingen gehoord en ik zal ook proberen af en toe aan te knopen als ik kan. Want het stad-land onderscheid is inderdaad, denk ik, achterhaald. Ik denk dat Jan-Marie daar een heel mooi punt maakt. Ik zal daar ook wel iets over kunnen zeggen aan de hand van wat beelden die ik kan laten zien. Ik zal beginnen met die integrale verstedelijkingsopgave die we zien en die we ook bepleiten om op kaart te zetten in het verlengde van de NOVI en de uitwerking van de NOVI, de Nationale Omgevingsvisie. Als we naar de volgende kaart kijken, dat is een kaart van 2050 van Nederland, dan ziet u twee Nederlanden in een laag en een hoog scenario. Het gaat heel vaak over die miljoen woningen. Wij noemden hem ook al even kort in de inleiding. In alle media is die miljoen woningen te vinden. Die woningbouwopgave is gewoon hartstikke groot.
Maar wat vaak verloren gaat in het debat is de onzekerheid rondom die miljoen woningen. Het kan echt een stuk minder worden misschien en het kan ook een stuk meer worden. Dat weten we gewoon niet. Wat we in deze twee kaarten van Nederland laten zien is de bandbreedte. In twee scenario's, een hoog ontwikkeld scenario, hoge verstedelijkingsdruk ook. Bekijk de roodtinten en een laag scenario met veel meer blauw en geel tinten. Wat je hier ziet, om over even wat cijfers te zien, is aan de linkerkant in het hoge scenario voor 2030 bijvoorbeeld in het hoge scenario rond de 1,5 miljoen woningen extra nodig. Dus meer dan die 1 miljoen die genoemd worden. In het lage scenario is dat eerder rond de 750.000. Dus dat maakt nogal wat uit. En dat is voor 2030. In 2050 groeit het in het hoge scenario zelfs door, mogelijk, tot ruim 2 miljoen, 2,4 miljoen. Dat is dus een forse stijging op lange termijn als dat hoge scenario waarheid wordt. Maar dat weten we niet. Dus je moet rekening houden in je planning met die onzekerheid. Wat je ook ziet, nou ja, hetzelfde geldt in principe, ik noemde nu wonen als voorbeeld. Dan laat ik ook iets zeggen over werken. Dat is ook wel belangrijk, omdat bedrijventerreinen ook grote ruimtevreters zijn. De behoefte aan ruimte voor werk is ook groot. Zelfs sterker toegenomen de afgelopen jaren dan de ruimte voor wonen. Dat wordt wel eens vergeten. De bandbreedte is ook daar groot. Het kan gaan om een stabiliteit in de economie. Dan heb je het eigenlijk over niet een groei van banen. Maar het kan ook gaan om een groei van banen richting de 800.000 in een periode van pakweg 10 jaar. En het zou zelfs nog door kunnen stijgen. Dat zijn flinke marges waar men rekening mee moet houden. Dus als je gaat plannen, plan dan ook wat wij dan adaptief noemen, bouw veerkracht in. Nou, wat je in deze kaarten ook ziet, is het verschil tussen de regio's. De kleuren verschillen per regio in beide scenario's. En als het over die miljoen woningen gaat, om die nog maar eens te noemen, dan is dat dus niet evenredig verdeeld over Nederland. Je ziet een hoge druk in het westen en midden van het land, even heel kort door de bocht, en een veel lagere verstedelijkingsdruk in de meer aan de randen van Nederland. Noordoost, zuidoost, zuidwest. Dat zijn geen voorspellingen, hè? Dat zijn scenario's, dus het kan minder en meer worden, maar de verschillen zijn groot. De NOVI erkent dit ook, speelt daar ook wel op in. Waar wij voor pleiten in dit rapport is, houd rekening met die verschillen. Dat betekent dus ook, waar ik straks mee zal eindigen, de regie van de Rijksoverheid. Dat is dus niet een centrale greep naar de macht van die Rijksoverheid, maar dat is een samenwerking met regionale overheden die heel goed weten wat er in hun regio speelt. Waar wij voor pleiten is, houd rekening met relaties tussen regio's. Op het moment dat je de verstedelijkingsdruk in goede banen wilt leiden in het westen en midden van het land bijvoorbeeld, dan kan dat consequenties hebben voor andere aanpalende regio's in Nederland. Dus dat zou ook wel eens nog bijvoorbeeld het risico kunnen opleveren dat je een bepaalde afwenteling krijgt. Stel je voor dat je heel veel woningen bouwt in de Randstad. Waar komt de energie dan vandaan? Duurzame energie voor die woningen. Gaat dat dan naar een ander gebied? Dus daar zitten relaties tussen die twee dossiers, energie en wonen in dit geval. Dus een visie op verstedelijking zou ook een visie inclusief energie moeten zijn. Dus die verbreding gaat niet alleen voorbij stad-land onderscheid, maar gaat er door allerlei dossiers heen. Waar botst het? Waar zijn combinaties mogelijk? Waar zou je iets moeten verzinnen om afwenteling of ongewenste afwenteling te voorkomen? Als je naar het plaatje kijkt, dan zie je, als de huidige trend doorzet, dan neemt de concentratie in de Randstad verder toe. Er is ook een geluid in de politiek dat pleit voor spreiding van verstedelijkingsdruk over Nederland. Nou, dat is een optie inderdaad. Je zou als Rijksoverheid kunnen proberen de woningen of de werkgelegenheid meer te spreiden over Nederland. Daar zijn we in het verleden niet heel succesvol in geweest. In sommige opzichten is dat misschien gelukt, maar het is niet helemaal maakbaar. Wij willen wel aandacht vragen voor niet alleen die beperking van de stuurbaarheid, maar ook voor als je de woningen zou spreiden, maar niet de banen, dan roep je een mobiliteitsprobleem mogelijk over je af. Dus dat heeft ook consequenties, om even ook iets te zeggen over dat debat. Nou, als we naar de volgende plaat gaan kijken, dan zien we
een aantal puzzelstukjes. Ik heb hier even wonen en werken en infrastructuur op tafel gelegd in deze infographic. Daar hebben we veel ervaring mee in Nederland. Denk ook aan de Vinex-periode, waarin heel veel woningen zijn gebouwd, werklocaties zijn ontwikkeld, infrastructuur is aangelegd. Maar er komt wel een aantal opgaven bij, grote opgaven. Als we dan naar het tweede plaatje kijken, dan zie je het kleurenpalet van die puzzelstukjes toenemen. Het palet wordt rijker. Er zit energie bij, natuurontwikkeling, opnieuw wonen, werken, infrastructuur, waterproblematiek en klimaatadaptatie, zowel droogte als wateroverlast, punten die Rienk al noemde. Recreatie zit daarbij. Ons pleidooi in dit rapport is om de verstedelijkingsvisie breder te maken dan alleen de woningbouwopgave. Die krijgt heel veel aandacht nu en terecht, het is een grote opgave. Maar we pleiten ervoor om de woonopgave als onderdeel te zien van een veel bredere verstedelijkingsopgave. Dus een veelkleurig palet, een visie zou daar op al die kleuren uitspraken moeten doen, afwegingen moeten maken. En dat betekent dus, als je dat op kaart zet, bijvoorbeeld in het verlengde van de NOVI, die NOVI concreter te maken, er zijn al verstedelijkingsstrategieën in ontwikkeling in Nederland, Rijk en regio vinden elkaar daar. Maar als je dat doet, maak het concreter en geef aan wat prioriteit krijgt in een bepaalde regio. Het kan niet altijd, niet alles kan overal, zegt de Nationale Omgevingsvisie al. Maar dat betekent wel dat je dus keuze gaat maken. En die keuze worden nu nog een beetje op de lange baan geschoven, lijkt het wel. Wij denken dat het, de tijd is gekomen om echt knopen door te hakken op het gebied van ruimtelijke ordening. Dus wat wil je combineren? Wat zou je willen scheiden? Waar zijn mogelijkheden om regio's aantrekkelijker te maken? Hoe kunnen we meer toekomstbestendigheid inbouwen? En dat soort vraagstukken om die balans die Rienk en Janna Marina net al bespraken, om die beter te krijgen. Als we naar het volgende plaatje kijken, dan hebben we een modelsimulatie in de aanbieding. Als een voorbeeld, het is een simulatie, zeg ik op voorhand. Dit is geen voorspelling van waar dat allemaal heen gaat in deze regio. We hebben een simulatie gedaan, in principe voor heel Nederland. We hebben die gedaan voor een aantal voorbeeldgebieden om het verhaal te kunnen vertellen. En een van die voorbeeldgebieden is de regio Arnhem-Nijmegen. Die zien jullie hier op de kaart. Een simulatie naar drie verschillende verstedelijkingsopties. Het zijn vrij theoretische opties. Het is binnenstedelijk bouwen, bouwen nabij OV-locaties, OV-haltes. Of bouwen in uitleglocaties, even heel simpel gezegd in het weiland. In de praktijk gaan die natuurlijk gecombineerd worden. Maar even voor de sake of the argument, drie vrij extreme opties. Als je daarop zou inzetten, wat betekent dat in de regio, in dit geval Arnhem-Nijmegen in beeld? Nou, hier ziet u een loopje waarbij dichtbij in beeld komt. Dus in de stad bouwen, verbonden bouwen nabij OV-locaties, OV-haltes. En ruim, dus bouwen in de weilanden. Dat loopt een aantal keer, kunt u even meekijken. Het gaat er dus niet om precies de locatie aan te wijzen. Maar in het model zie je wel dat er wat te kiezen valt. De locaties verschillen behoorlijk. Er zit ook wat overlap tussen. Locaties die in alle scenario's, in alle varianten, kunnen werken. Maar er valt echt wat te kiezen. En de keuzes doen er ook toe. We hebben achter deze simulatie een aantal indicatoren doorgerekend, zoals we dat technisch noemen. Dat betekent dat we hebben gekeken naar wat betekent dat als je daar en daar zou bouwen voor bijvoorbeeld woningtype. Sluit dat aan bij de behoeften? Wat betekent het voor het behoud van het landschap? Wat betekent het bijvoorbeeld voor de bereikbaarheid van banen? Hè? Waar gaan mensen werken als ze op een bepaalde plek wonen? Dat heeft bereikbaarheidsconsequenties en mobiliteitsconsequenties. Nou, al deze afwegingen zouden onderdeel moeten zijn in relatie dus met landelijk gebied, natuurontwikkeling, die waterklimaatadaptatieproblematiek in zo'n regio. Nou, dit is het voorbeeld van Arnhem-Nijmegen. We hebben dat dus ook voor andere regio's bekeken. En even uitzoomend, niet op deze locatie, maar even uitzoomend, zou je kunnen zeggen dat de gemakkelijke locaties, als het om hoge druk gaat, wel een beetje vergeven zijn. Dan wordt de keuze vrij, dan wordt die wat harder natuurlijk, dan wordt die wat moeilijker. In een lage druk scenario zijn er wat meer opties, maar zou je rekening moeten houden met locaties waar je ook in een lage druk bijvoorbeeld de bestaande voorzieningen wilt ondersteunen. Dus zorg dan voor locaties die ook in een laag scenario werken. Ik zie Hans iets zeggen, maar ik hoor Hans niet. Klopt dat, Hans? Ja,
Ja, de vraag is of je de tijd even in de gaten wil houden. Ja, ik ga naar de laatste slides. Ja, klopt. En als je werklocaties ontwikkelt, zorg er dan voor dat deze locaties ook bij een wat mindere economische ontwikkeling misschien kunnen worden getransformeerd op langere termijn naar woonlocaties. Nou, gaan we naar de laatste slide. In tweevoud is die op het punt van de Rijksregie. Het debat gaat over de regie van het Rijk. Minister van Wonen, minister van Ruimte, minister van Leefomgeving, minister van Ruimte, Natuur. En nou, ik heb allerlei varianten gezien. Ik zag vanochtend in de media Ed Nijpels en Jacqueline Kramer bijvoorbeeld weer met een pleidooi komen. Wij schetsen in dit rapport, als ik het heel kort samenvat, twee opties. De eerste optie is, en dan kunnen we de volgende platen bekijken. Wat je zou kunnen zeggen, dus de optie minister van Wonen. Dat is een Rijk wat sectoraal sterker stuurt, bijvoorbeeld op wonen, maar dat zou ook op stikstof kunnen zijn, hè, een ander behoorlijk ingewikkeld dossier. En dat zou betekenen dat het Rijk wel op decentraal niveau, dus provincie, gemeente, hè, op regionaal niveau, die partijen in staat zou moeten stellen om samenhang te creëren, ruimtelijk. Als dat zelf niet wil doen. En dat betekent bijvoorbeeld dat wij ervoor pleiten om allerlei subsidiepotjes of financieringsstromen te bundelen in plaats van achter schotten te zetten, of tussen schotten te zetten, zoals nu het geval is. Kun je denken aan bijvoorbeeld dat ruimte ook geld zou kunnen krijgen uit een mobiliteitsfonds, in plaats van dat te scheiden. Dus als je sectoraal zou willen sturen als Rijksoverheid, dan zou je de decentrale overheden in staat moeten stellen om samenhang te creëren in de ruimte in de regio. De tweede optie is, oké, het Rijk zou ook meer zelf integraal kunnen sturen en zou dan zelf ook ruimtelijke keuzes maken. Dat zou dan vergen, denken wij, dat het Rijk ontkokert. Want het zou in dit geval een stevig departement kunnen worden. Je zou ook aan programmadirecties kunnen denken als je niet een structuurverandering wil doorvoeren. Maar het betekent volgens ons ook dat vooral een soort cultuuromslag in het bestuurlijke, dat het zoeken naar samenhang, het zoeken naar synergie, hè, waar dingen elkaar versterken, dat beloond zou moeten worden. Er zijn nu te veel belemmeringen die integraliteit in de weg staan. Dat zou je dan naar een beloning moeten omzetten. Nou, dat vergt nog wel een aanpassing. En het laatste wat ik hier nog aan toe wil voegen is, dit zijn twee opties. En het is geen blauwdruk, zo zijn ze vooral niet bedoeld. Wij denken in elk geval dat meer inhoudelijk ingaan op vraagstukken, dat als startpunt kiezen en niet de bestaande structuren, dat een goed idee is. En als je dat dan doet, dan zul je merken dat afhankelijk van het dossier natuurlijk heel veel dingen kunnen verschillen, dat er dan maatwerk bij komt kijken en dat het dynamiek nodig heeft. Het zal niet in elke fase hetzelfde zijn. Interbestuurlijk zal dat een ontzettende beweging geven en die is ook nodig. Nou, dan laat ik het hierbij. Prima, dank je David. Snel door naar Ed Anker, wethouder te Zwolle, om vanuit het perspectief van Zwolle eens even te reflecteren op de punten die David naar voren heeft gebracht. De verstedelijkingsopgave, stad-landverhoudingen, bij Zwolle natuurlijk ook water, die dan samenkomt, de IJssel. Maar tegelijkertijd ook, hoe moeten we dat nu dadelijk in de governance gaan regelen? Moet inderdaad Den Haag sterker integraal gaan sturen? Of kan Den Haag volstaan met sectorale sturing en gaat de samenhang in de regio worden gevonden? Hoe kijk je het vanuit Zwolle daar tegenaan? Ik ben benieuwd. Ja, dankjewel Hans. En het is niet licht om in deze tijd wat verstandige dingen van te zeggen. Dat heb ik ook al voor het weekend, voor het paasweekend, sprak van elkaar. De voorbereiding is mijn geluid een beetje slecht. Is het zo al beter? Ja, kijk eens aan. Ik heb gewoon mooi. Ik heb gewoon ietsjes dichterbij gezet. Ter voorbereiding voor het paasweekend was er alles aan de hand. We hadden het ook al kort even over. En dat maakt mij onrustig. Voor degenen die dat niet weten. Ooit was ik zelf een jong idealistisch Kamerlid dat op dit moment net in de afgelopen. Moet ik eens even. Is het zo beter? Ja, dit is zo beter. Oké. Oké. Nou, alle mooie apparatuur, helemaal vrij. Nou,
De start is al een beetje weggegeven, maar niet uit. Ik vind het lastig deze tijd. We hebben een gesprek, super inhoudelijk. En politiek komt in elke bijdrage langs. En zoals ik net zei, ooit was ik zo jong idealistisch politicus, Kamerlid. Ik ben nu al aan mijn 10e jaar als wethouder bezig. Ik heb mijn leven min of meer in dienst gesteld van die politiek. En ik kijk nu naar de televisie en het is stuk. Het doet het even niet meer. Ik zal jullie verder alle introspectie, maar het doet wel pijn. Dat is echt lastig. Want ik kijk natuurlijk ook naar Den Haag als degene die uiteindelijk wel daar de beslissingen moeten nemen. Ten diepste is datgene wat daar gebeurt, daar zitten onze bazen. En als zij het niet meer weten, dan zitten wij echt wel even met de handen in het haar. En dus dat is aan het gebeuren. Dus ik heb voor mezelf de mentale stap genomen. Hans, ik hoop niet dat je het erg vindt om jouw bureau, wat ik zeer hoog acht, even om te dopen. Het planbureau voor de leefomgeving is voor mij vandaag, of misschien voor het komende kwartier, even het planbureau voor het echte leven. Even politiek eruit, even het echte leven. Hoe zit het nou ook alweer? Nou, en dan hebben jullie een prachtig mooi rapport gemaakt, wat niet alleen maar naar ruimte kijkt. En daarom durf ik het ook wel even het echte leven te noemen. Het is niet een rapport alleen maar voor professionals in de ruimte. Of in de leefomgeving. Nee, er staan eigenlijk ook een heleboel hints en aanleidingen voor verandering van gedrag. En dat is wel iets wat we heel erg nodig hebben. Dus even qua inhoud. Ik ben ontzettend blij met een rapport wat zegt er moet een nationale verstedelijkingsstrategie komen. Die moet ergens over gaan. Vanuit het Zwolse perspectief zeggen wij al langer. De stedelijke vorm van Nederland had heel vaak de vorm van een driehoek. Randstad met zo richting Eindhoven, die uitschieter. Wij zeggen al langer, maak er een vierkant van. Dan zit het Noordoosten ook goed aangehaakt. Maar degene die veel met infra te maken hebben, die weet ook als je zo'n vierkant creëert, dan creëer je ook weer hoekpunten en plekken waar je op kan aanhaken en aanschakelen. Dus je maakt de bruikbare ruimte daadwerkelijk groter. Dat zien wij ook gebeuren. Zwolle is het tweede spoorknooppunt van Nederland. De trek vanuit de Randstad naar Zwolle is op dit moment gigantisch. Want Nederland is gewoon dichterbij gekomen door die fantastische OV-voorziening. En die keuze heeft dit kabinet al gemaakt voor de komende 10, 20 jaar naar een spoorbeeld wat Nederland in de breedte veel meer gaat verbinden. Dat is een goede zaak. Ik ben ontzettend blij dat er meervoudige opgave wordt gezegd. Dus neem water mee en neem energie mee. Want wat je ook ziet gebeuren in het gedrag, en vanochtend heb ik het in de krant alweer kunnen lezen in reactie op dit rapport. We zien politiek hamstergedrag. Dus altijd iemand zegt ik eerst, ik het meest. En vanochtend was dat Jacques van der Tak als voorzitter van LTO. Die zei belachelijk PBL, minder ruimte voor landbouw. We hebben juist meer nodig. Een eenzijdige benadering vanuit de landbouw. Het gaat totaal voorbij de nuances die jullie in dit rapport hebben opgeschreven. Maar het is hamsteren. Ik wil als eerste al het playpapier. En dan kijk je in je woonkamer, je kan geen kant op, maar je bent wel degene die als eerste alles heeft. Maar de consequentie is voor het stedelijk gebied, ik ben niet van de tegenstelling, kom ik zo op, is dat je feitelijk voor de rest van Nederland een soort ophokplicht organiseert. Want die kan geen kant meer op. Dus je kan je in deze tijd niet permitteren om één belang tot in ten diepste te blijven dienen. We kunnen het Malieveld elke week volprogrammeren op die manier. Maar dan is het niet gek dat uiteindelijk onze bazen het ook niet meer weten. En ergens in gangetjes, kamertjes, monsterverbonden moeten sluiten om ergens uit te komen. Want ze worden anders vermalen. Dus dit slaat ook op ons terug. Dus als het politiek stuk is, zijn wij ook een beetje stuk. We moeten allemaal stoppen met politiek hamsteren. Het is een beetje populair gezegd in dit enorm geleerde gezelschap, maar ik durf het toch maar eens even zo te noemen. Ik vind de claim die vanochtend LTO doet net zo arrogant als ik een claim van Schiphol vind. Of een claim of gedrag van Tata Steel, de Hoogovens waar ik in heb gegroeid. Dat kunnen we ons niet meer permitteren. Dus de waardes die jullie introduceren, ze zijn al oud, maar er moet een nieuwe balans komen tussen belevingswaarde, tussen gebruikerswaarde, tussen economische waarde. Dat vind ik goed. Daar vraagt deze tijd om. Maar dat vraagt dus ook dat wij allemaal leren om met die andere waardes ook ons verhaal op te bouwen.
Ik vind eigenlijk dat datgene wat jullie daarmee zeggen dichter op de huid moet komen. Ik laat mij graag inspireren door bijzondere mensen. Eentje daarvan is een briljante rapper uit Brussel, Zwang Regie. Ik heb hem nog niet eerder in een PBL-publicatie tegengekomen, dus bij deze. Zwang Regie is opgegroeid in Molenbeek in Brussel en die sprak over de stad als zijn therapeut. En toen ik dat hem hoorde zeggen, ben ik wekenlang als wethouder ruimtelijke ordening en wonen even verslag geweest. Wow, de stad als therapeut. Zo intens diep in gesprek is hij in zijn belevingswereld met die stad. Dus eigenlijk elke poging tot abstraheren van die leefomgeving, van het echte leven, doet dat gevoel geweld aan. Als ik kijk in mijn dagelijks leven als wethouder, als ik nu bezig ben met een omgevingsvisie, waarin ik bijvoorbeeld zeg, we hebben zoveel duizend woningen nodig, dan proef ik hoe diep dat ingrijpt, hoe onzeker mensen dat kan maken. Dus ik vind een term als belevingswaarde wel mooi, maar we hebben het ook al een plekje gegeven ergens op een plank in een kastje. En daarnaast staan ook weer een paar andere waarden. En als je zegt, het mag dichter op de huid komen, dan zou ik het graag willen hebben hier specifiek over eigenaarschap. Er is eigenaarschap. Je hoeft niet het bezit te hebben, maar je kan je wel eigenaar voelen. Ik ken hier mensen die rivier, die IJssel, die is van hen. En daar moeten we allemaal vanaf blijven. Want die is, ze bezitten hem niet, maar ze leven eromheen. Zo dichtbij kan het komen. Ik vind het appel wat wordt gedaan op samenwerking tussen de regio's, begrip te hebben tussen afwentelgedrag wat er kan ontstaan. Dat is goed, maar ook dat kan je weer te veel abstraheren. Als ik eigenlijk gaat mijn hele bijdrage over hoe zou ik willen dat wij ons als overheden naar elkaar verhouden. En ik heb dan meer met een thema als partnerschap, wat veel dieper gaat dan samenwerken. Wat betekent dat je echt afspraken met elkaar maakt, maar betekent dat je ook iets voor elkaar over hebt. Als ik kijk nu hoe ik de afgelopen jaren mij heb moeten inspannen voor de regio Zwolle om op een nationale agenda te komen, wat ook wel mooi aan het lukken is hoor, zie ik ook dat het ontzettend veel werk kost. En ik heb ooit wel eens gezegd, ik weet niet meer hoe ik in het balboekje moet komen. Hoe ik mezelf moet laten zien om dat voor elkaar te krijgen. We hebben een periode achter de rug waarin het kabinet echt heel erg zijn best heeft gedaan om nieuwe arrangementen te vormen over hoe gaan we samenwerken. Maar ze hebben allemaal wel economische teksten gekregen. Impulsregeling, prikkels, deals, regio deals, woningbouw, impuls. En daaronder ligt altijd wel die gedachte van economische transactie. Voor wat hoort wat. We maken een deal. En je moet jezelf zo goed mogelijk laten zien om in aanmerking te kunnen komen voor een deal. En dat lokt geen partnerschap uit. Dat geeft niet het respect van eigenaarschap, maar dat lokt economisch gedrag uit. En volgens mij kunnen we ons dat minder permitteren. Dus juist op het moment dat jullie die balans prediken voor meer waardes toevoegen in dat spel, nou, dan zou je ook meer vanuit partnerschap moeten werken. Lange termijn commitment durven aan te gaan. En dan kom ik bij mijn laatste punt. Daarom mag je dan ook echt leiderschap laten zien. David zei het al even heel mooi. Hè? Keuzes maken. Moeilijke keuzes maken. Ik wil straks nog één andere nuancerende opmerking bij maken. Maar keuzes maken. De keuzes maken moet je wel doen als een echte leider. Dus de dingen die ik net heb genoemd, partnerschap en eigenaarschap, die horen daarbij. Ik hoor nu wel in het debat zeggen, het Rijk moet maar plekken gaan aanwijzen waar er woningen gebouwd moeten gaan worden. Nou, dat is weer politiek hamstergedrag. Hè? Eerst wonen en de rest heeft het nakijken. Dus daar is de landbouw dan weer boos over en dat snap ik dan weer heel goed. Maar daarmee ga je voorbij aan partnerschap, je gaat voorbij aan eigenaarschap. En ik voorspel je dat het Malieveld er niet rustiger van gaat worden. En ik denk dat de versnelling die het lijkt te beloven, helemaal niet tot stand gaat komen. In het Engels zeggen ze wel eens, make a choice and own it. Kies ergens voor en wees ervan. Dus wees resultaatverantwoordelijk, David, zeg ik eigenlijk. Ik ben het daarin zeer eens met jouw keuze. Geen eendimensionale sectorale benadering.
Het vraagt wel iets van de overheid. Het vraagt om beschikbaar te zijn. Je kan niet zeggen, ja, ik wil dit wel, maar ik heb ook al een keertje ergens iets anders gezegd. Ik weet dat een aantal mensen zich enorm aan storen, bijvoorbeeld het mobiliteitsfonds al voor jarenlang vast ligt. Hoe kan je echt partnerschap aangaan, een keuze maken, daar echt resultaatverantwoordelijkheid voor nemen, en om te zeggen, ja, maar ik zit ook nog met mijn ene been in een ander huwelijk. En je maakt een echte keuze. Dat betekent dat je jezelf ook iets mee moet durven opgeven. Het betekent ook dat je open moet staan, dat je beschikbaar moet zijn. Wat ik soms lastig vind, en daarbij is de nieuwe titel van het planbureau ook wel een beetje een knipoogje, dat we dingen zo abstraheren dat ze moeilijk toegankelijk worden. Ik vind dat wij open moeten staan. Ik ben een soort strijd in de watersector aan de gang tegen alle overleg, maar ik zie dat wij zoveel professionals alleen maar aan het woord hebben, dat de wereld waarvan wij belangrijk vinden dat die mee gaat doen, dat ze niet meer naar binnen kunnen komen. Dus moeten we voor oppassen. Nou, laatste opmerking, Hans, want ik neem mijn tijd. Keuzes maken klinkt bijna als het pistool op de borst. Nu een keuze maken. Maar het is een positieve, het is een optimistische vraag. We mogen keuzes maken. We kunnen keuzes maken, want we hebben ruimte. Niet meester van de hele wereld, maar we hebben ruimte. En we hebben kracht en we hebben kennis. Het enige wat ons in de weg staat om de goede dingen te doen, is ons eigen gedrag. En daarin denk ik dat wij iets mogen leren. En ik ben dus ontzettend blij met dit rapport, wat naast alle inhoudelijke fysieke thematiek, dus ook die gedragscomponent heel goed aanwijst. En, oh ja, en het echte leven, Janne-Marie. Als ik nu de deur uitloop, sta ik over kleine 10 minuten in de uiterwaarden. Dat is het fantastische van wonen in Zwolle. Ik kan deze stad niet loszien van het landschap. En overigens niet, ook niet zonder de boeren die hier om deze stad heen leven. Dus wij moeten het met elkaar in dat echte leven zien te rooien. Dus laten we het alsjeblieft niet met kunstmatige tegenstellingen tegen elkaar uitspelen. Prima. Helemaal goed. Dankjewel, Ed, voor deze cri de coeur vanuit Zwolle. Wij gaan het daarna denken over het Planbureau voor het Echte Leven. Het PBEL. Het lijkt me een mooi perspectief. Maar voor nu even terug naar David. David, ik zou wel leuk vinden als je even kunt reflecteren op het centrale begrip uit zijn presentatie, partnerschap. Want dat raakt natuurlijk aan de inrichting van de relatie tussen, zeg maar even, Den Haag en de regio. De kritische opmerkingen bij de deals, dat zelfs in de deals, hè, terwijl die toch bedoeld zijn om partnerschap te organiseren, dat zelfs in de deals de uitruilrelatie centraal is komen te staan. Terwijl je eigenlijk wil naar samenhang, integratie, meervoudige opgaves, geen uitruil van functies. Misschien kun je daar eens even op reflecteren. Ja, ik ben echt onder de indruk van de reflectie van Ed. Ik denk dat hij ontzettend mooi verwoordt wat onder deze tekst ligt, maar wat wij als planbureau natuurlijk niet op die manier kunnen formuleren. Dat partnerschap en dat ook het eigenaarschap, wat Ed daarvoor noemde, en dan niet in de zin van bezit claimen, juist niet, nee, eigenaarschap voelen, zei Ed volgens mij, heb ik in ieder geval opgeschreven even hier. En partnerschap, partners willen zijn en in gesprek gaan met misschien met je directe partner, je eigen partner, maar ook met partners daaromheen, hè, met andere partners in samenwerkingsverbanden. Het woord openheid zat ook in het betoog van Ed. Ja, dat zijn de termen, denk ik, die heel goed die cultuuromslag die ik even noemde in een bijzinnetje in mijn presentatie. Daar gaat het inderdaad om, denk ik. Ik denk dat we dit zijn zulke complexe opgaven. We leven niet in een normale tijd, denk ik. Misschien denkt elke generatie dat, maar ik vind dit wel een bijzondere tijd. Ik denk dat we zo'n cultuuromslag naar dat type partnerschap en leiderschap ook, dat we daar naartoe moeten om hier de juiste keuzes te maken. En wat ik vooral mooi vond in het verhaal van Ed, waar hij mee eindigde, dat wij keuzes mogen maken en ook kunnen maken, dat een positief pleidooi is, hè, of een positief appel. Dat vond ik een hele mooie wending.
het lijkt steeds alsof we voor dilemma's staan waar we niet uitkomen. Maar dat is natuurlijk fantastisch als je keuzes kunt maken. Als ik het toch even iets technischer mag in onderzoekstermen mag framen, want we zijn natuurlijk wel een kennisinstelling, ook al zijn we voor het echte leven, helemaal eens Ed overigens, dan gaat het om een, Hans Momma's noemt dat, onze directeur noemt dat altijd, schakelen tussen allerlei niveaus en schakelen tussen dossiers ook wel, horizontaal en verticaal, hè? Door van gemeente via provincie naar Rijk en soms ook naar Europa, maar ook tussen de sectorale dossiers en tussen stad en land. Die beweging, noem het ook weer een soort van veerkracht, dat je in beweging blijft, die is nodig, denk ik, om innovatieve oplossingen te vinden. En als ik denk, zo'n invulling van partnerschap en misschien dynamisch leiderschap, het klinkt heel vaag allemaal, maar dat zijn wel de termen, denk ik, waar we aan zouden moeten werken. Nou, en als Ed dat leest in ons rapport, ben ik daar heel blij mee. Ik vind dat hij dat prachtig verwoordt. Mag ik eens even opengooien naar de chatruimte? Want daar is er een brandende kwestie die in de chatruimte door een aantal mensen wordt aangeroerd. En die dingen die het waardevol is, die het waard is om even breder te bespreken. En dat gaat over het feit dat in de boodschap die wij uitzenden, en bespreken nu hier, toch wel een zekere spanning wordt geconstateerd. Tussen enerzijds de oproep om keuzes te maken, te sturen. We willen een overheid die weer regisseur wordt, die ook keuzes maakt en die vanuit die keuzes ook richting geeft. En van de andere kant willen we participatie. We hebben oog voor draagvlak. We willen experimenteerruimte, we willen partnerschap. Zit daar geen spanning tussen? Tussen enerzijds de behoefte aan sturing en anderzijds de behoefte aan participatie en betrokkenheid. Wie wil daar eens even op reflecteren? Ed. En dan zie ik David en daarna Rienk. Ed. Ja, dat geeft mij de kans om nog een dingetje te zeggen wat ik in de heet van de strijd had gemist. Kijk, het landschap, onze omgeving, hè, daar voelen we allemaal wat bij. Dus daar zijn wij op een of andere manier eigenaar van. We zijn ook eigenaar van de opgave. We zijn ook eigenaar van de problemen. En we zijn ook eigenaar van de oplossingen. Alleen het is wel heel erg de kunst om dat zichtbaar te krijgen. Dat doe je volgens mij niet door mensen een schuldgevoel aan te praten. Dat helpt meestal niet zo. Maar hoe kun je nou mensen onderdeel maken van een oplossing? Hoe kun je mensen nou onderdeel laten zijn van het probleem? En geef ze daarin dan een handelingsperspectief. En dat soms om hele grote problemen naar hele kleine problemen terug te brengen. Naar straatniveau. Dat is het lastigste af en toe als je op nationaal niveau over dingen aan het nadenken. Maar dat is natuurlijk mijn dagelijks leven. Maar dat is volgens mij eigenlijk de echte spanning die je moet zien te overbruggen. Dus maak het probleem, deel het op in kleine stukjes, waarbij dat kleine stukje nog steeds het grote probleem laat zien. En doe hetzelfde met de oplossingen. Dat zou mijn idee zijn. En leiderschap, daar zei David trouwens in zijn eerste deel al heel mooi. Ik pleit dus niet voor tirannen, maar voor echte leiders. Die vanuit partnerschap en eigenaarschap kunnen werken. En tirannen die douwen iets door je strot. En echte leiders gaan met je in gesprek. Ja. Dank je. David, nog een aanvulling? Nou, heel kort. Want die spanning tussen regie en partnerschap. Het woord regisseur zou niet het woord zijn wat ik denk ik direct zou kiezen. Maar dat is wel het woord in de media. Ik denk dat, om aan te sluiten bij Ed, dat leiderschap, dat iemand overtuigen of iemand meenemen in een bepaald verhaal staat niet op gespannen voet met iemand betrekken in de gedachtenvorming. Dat hoeft geen tegenstelling te zijn. Dat is denk ik precies waar het over zou moeten gaan.
En dat neemt niet weg dat er spanningen zijn, hè, tussen belangen. Ik bedoel, daar doen we niks aan af. Die zijn er gewoon. Dat is duidelijk. En ik denk ook als we naar integrale oplossingen zouden, of meer integrale of integrerende oplossingen zouden willen, dat we niet moeten weglopen voor keuzes die her en der pijn gaan doen. Dat zal sowieso het geval zijn. Hè. Dus dat hoort ook bij dat leiderschap, dat je dat dan uitlegt. En dat je daarvoor verantwoording aflegt, uiteraard. Dus spanningen zullen er blijven. Daar doen we dus niks aan af. Als dat achter de vraagstelling zat, uiteraard. Maar dat is politiek natuurlijk. Ja. Rink? Ja, het woord draagvlak, dat wordt ook niet altijd helemaal juist gebruikt wellicht. Hè. Je ziet ook wel eens dat het wordt gebruikt om geen actie te ondernemen. En dat is met nadruk dus niet wat wij hier bedoelen. Ik zou nog even een citaat bij willen halen van een collega van Ed uit Tilburg, Mario Jacobs, die trouwens heel binnenkort ook dijkgraaf van Waterschap A en Maas wordt. En hij zegt, ik lees even voor, integraliteit en draagvlak moeten niet als vluchtheuvel en excuus worden gebruikt om niks te doen. Draagvlak is een resultaat van goede samenwerking en geen doel. En dat is eigenlijk precies wat wij ook bedoelen. En wat ook in het verlengde ligt met wat, het punt van echt eigenaarschap en leiderschap, wat Ed noemt. Ja, dus de tegenstelling hoeft geen tegenstelling te zijn. Je kunt hem ook zeg maar even meer cyclisch inrichten. Hè? Dat er vanuit Den Haag een zekere richting wordt gegeven aan de weg die we hebben te gaan. Omdat ondertussen natuurlijk in de uitvoering ook heel goed gekeken wordt naar hoe dat regionaal wordt opgepakt. En wat er eventueel aan beleidstekorten moet worden opgevangen om regio's in staat te stellen om ook inderdaad die weg te kiezen. Praat het over de regio. Wij praten allemaal vanzelfsprekend over de regio. Er zit een vraag in de chat. Die gaat over, ja, maar hoe moet dat nou met dat regionale gat? Want de regio bestaat natuurlijk in feite helemaal niet. We hebben gemeentes, we hebben provincies en we hebben Rijk. En we hebben het wel steeds over regionale opgaves. Hoe moeten we dat zien? Hoe gaan we dat oppakken? Janne-Marie, vanuit de fysieke leefomgeving, de regio, wat zijn jouw gedachten daarover? Ja, ik erken dat er een regionaal gat is. En zelfs als ik zeg dat de waterschappen wellicht meer verantwoordelijkheid kunnen krijgen en nemen, ook voor water en bodem. Ook de waterschappen zijn weliswaar gekozen, maar daar hebben we ook nog steeds geborgde zetels. Dus het democratisch gehalte van de waterschappen, daar valt nog wel iets op af te dingen. Maar voor een aantal opgaves denk ik dat waterschappen heel goed in stelling te brengen zijn. Maar voor een aantal andere opgaves ook niet. En ik denk dat hier niet een oplossing is van one size fits all. Ik denk ook niet dat we weer een nieuwe discussie moeten aangaan over nog een vierde bestuurslaag of zo. Laten we het houden bij de drie bestuurslagen die we hebben. Maar wel wat leniger zijn in het denken over de partnerschappen. Ik vind het een prachtig woord, partnerschappen. Want partnerschap gaat over delen van verantwoordelijkheid. En dat kan er in het ene geval toe leiden dat een provincie zegt van nou, bepaalde verantwoordelijkheden dragen wij over aan een logische regio. Die voor een bepaalde opgave een logische eenheid is. In het andere geval kan het misschien zo zijn dat je juist bij grootstedelijke vraagstukken bijvoorbeeld zegt van nou, De stedelijke regio, die krijgt meer bevoegdheden, meer verantwoordelijkheden, gaat andere partnerschappen aan om ook rechtstreeks met het Rijk dingen te doen. Dan haal je daar de provincie wellicht tussenuit. Dus ik denk dat we leniger moeten zijn in het bedenken van passende arrangementen. En ik vind ook de beweging die op dit moment rond bijvoorbeeld regionale investeringsagenda's aan het opkomen is, vind ik een hele interessante. Omdat daar met een soort coalition of the willing gekeken wordt. Hoe kunnen we de opgaves op een slimme manier verknopen? En dan
partners zoeken die daarin mee willen doen. En dat ontslaat je niet van de plicht om de keuzes die gemaakt worden dan ook democratisch te legitimeren. Om dat wel door een raad te laten vaststellen. Maar zie je, want er wordt veel gesproken over bestuurlijke spaghetti, hè? Dat er zou sprake zijn in Nederland van een bestuurlijke spaghetti. Nou ja, dat valt nog te bezien, hè? Vergelijk het maar eens met hoe in Duitsland de zaken bestuurlijk georganiseerd zijn. Misschien is daar wel meer bestuurlijke spaghetti dan bij ons. Maar goed, dat beeld bestaat van die bestuurlijke spaghetti. Is daar sturing in nodig? Of kunnen regio's dat zelf doen? Aan de hand van de opgaven, met elkaar bekijken waar eventueel synergie tussen opgaves te vinden is en hoe zich dat bestuurlijk in die regio moet uitdrukken. Is er sturing nodig voor die bestuurlijke spaghetti? Of kan de regio dat zelf? Moeten we dat overlaten aan de regio? Ik zie Ed heel zwaar denken. Ja. Janne-Marie, heb jij daar... Nou, dan geef ik hem door naar Ed. Ja, sturing door wie, hè? Ik denk dat de woorden die genoemd worden, en Ed is daar zeer overtuigend in, vind ik, dat het gaat om partnerschap, om leiderschap, om de ander wat gunnen, in plaats van het hamstergedrag. Het zit heel erg in cultuurverandering van samenwerken. En als daar transparantie is en openheid, dan denk ik dat de regio daar heel veel kracht kan ontwikkelen. Maar het, ook het, ja, het in een duur woord, capacity building in de regio, dat partijen elkaar weten te vinden. Dat je de goede kennisinfrastructuur ook in de regio hebt. Ik denk dat dat heel erg gaat helpen. En dat, ik denk dat de regio Zwolle een prachtig voorbeeld is hoe die... de afgelopen 10, 15 jaar elkaar heel erg goed hebben weten te vinden op de opgaves. Dus als je die opgaves centraal stelt en je hebt een cultuur van elkaar wat gunnen, dan ontstaan er hele mooie dingen. Over naar Ed. Ja. Over naar Ed. Voor het slotwoord, want we zijn aan de tijd. Oké, dank je. Ik mocht ook een tijdje een wethouder zijn in Almere. En niks ten nadele van die fantastische stad. Maar ik werkte toen in een omgeving waar ik namens de stad moest knokken. Want het was altijd wel die competitie tussen de steden rondom Almere en Almere zelf. En als ik dan kijk naar de regio Zwolle en de stad Zwolle daarin, dan is er veel meer sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. Je hebt elkaar nodig om verder te komen. En het vraagt altijd aandacht om samen te gaan werken. Je kan ervoor kiezen om elkaar alleen, dat kan echt, om elkaar alleen tegen te komen op een nieuwjaarsreceptie en langs elkaar heen te leven. Maar dat kan je zelf niet permitteren eigenlijk bij ons. Dus dat is inderdaad wel dat elkaar dingen gunnen. Het regiobelang boven het individuele belang stellen. Ik maak er geen flauwe grappen over. Dat kost ook gewoon heel veel energie. Zeker als wethouder in de gemeente Zwolle heb je ook altijd voor een gedeelte... je hebt ook altijd die regionale verantwoordelijkheid mee te dragen. Maar ik vind eigenlijk niet dat wij daardoor beroerdere bestuurders zijn geworden. Ik vind het ook wel mooi om dat op zo'n manier te doen. En ik leer er eigenlijk ook nog elke dag in. Dus wij zijn begonnen als een economische regio. En het afgelopen... jaar hebben we nadrukkelijk leefomgeving ingebracht in die regio. Er wordt direct wel een heel ander soort gesprek en spannender gesprek. Maar ik vind het wel heel erg de moeite waard. Ik vind het regionale gat, dat biologeert mij wel een beetje. Ik heb zelf de beweging gemaakt van west naar oost. Je zou kunnen zeggen, ik ben van de Randstad naar de regio gegaan. En ik voel dat eigenlijk helemaal niet zo. Ik ben in een ander deel van Nederland gaan wonen. Maar ik merk eigenlijk dat het sterker verstedelijkte deel van Nederland vooral zo denkt. Maar als ik kijk naar de dingen waar wij mee te maken hebben, zijn het alle opgaven van Nederland. Het is meer de ontdekkingstocht voor vele anderen om dat te zien. En ook te zien welke kansen er nog zijn.
Dus ook welke ademruimte die regio je echt geeft. Op het moment dat je je ook volwaardig onderdeel maakt van bijvoorbeeld zo'n verstedelijkingsstrategie. Dank. Wij zijn over 11:15 nu. Dus ik wil het gaan afsluiten. Grote opgave en een beperkte ruimte. Het rapport staat nu online. Dus iedereen kan het gaan downloaden en gaan lezen. Op basis van de analyse van 4 grote opgaves. De klimaatadaptatie. De verstedelijking. De betere balans tussen landbouw en bodem. En de energietransitie. Onderzoekt het PBL wat de ruimtelijke opgaves voor de toekomst zijn. En waar op dit moment in de formatie aandacht van zou moeten bestaan. In de relatie tot die ruimtelijke opgaves. We hadden een interessant gesprek vanochtend. Kort maar krachtig. Ik wil de sprekers bedanken voor hun bijdrage. Ik wil de kijkers bedanken voor hun aandacht voor dit thema. Lezen dat rapport zou ik zeggen. Ed Anker, Jan-Marie de Jonge, David Hamers, Rien Kuiper. Allemaal bedankt. De techniek bedankt. Lara Westendorp bedankt. Kijkers bedankt. Ik wens ons allen een hele vruchtbare formatieperiode toe. Dank jullie wel en tot ziens.